Iraanse mijnenleggers als helden binnengehaald. Eindhoven zet Rotterdamse supporters de stad uit. De Amazone-rivier vergiftigd door goudzoekers. Goedenavond. Hevige beschietingen door Irak en een verharding van het standpunt van Iran. Dat is zo'n beetje de tussenstand in de Golfoorlog aan het eind van dit weekeinde. De afgelopen 36 uur heeft Irak in de buurt van het Iraanse olieeiland Gharg 5 tankers beschoten. 3 daarvan werden vandaag door Exocet-raketten geraakt. Uit angst voor Iraanse vergeldingsacties zijn veel schepen in het westelijke deel van de golf voor anker gegaan, in de hoop zich bij een Brits of Amerikaans konvooi te kunnen aansluiten. Met deze nieuwe reeks aanvallen wil Irak kennelijk de druk op Iran opvoeren om akkoord te gaan met een bestand, zoals dat omschreven is in een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De afgelopen week waren er aanwijzingen dat Iran misschien tot zo'n bestand zou zijn over te halen. Maar vandaag bleek dat Iran nog steeds vasthoudt aan de voorwaarden dat de Irakese president, Saddam Hussein, van het toneel verdwijnt. De Iraanse parlementsvoorzitter, Rafsanjani, zei vandaag dat Iran tot die tijd zijn heilige oorlog zal voortzetten. Op het vliegveld van de Iraanse hoofdstad Teheran kwamen gisteravond de bemanningsleden aan van de Iran Ajer. Afgelopen week werd dat schip door een Amerikaanse helikopter betrapt op het leggen van mijnen en om die reden aangevallen. De bemanning werd gevangen genomen. Via het Rode Kruis werden de Iraniërs gisteren aan Iran overgedragen en met veel eerbetoon werden ze gisteravond bij thuiskomst begroet. Ze beklaagden zich over de slechte behandeling die ze van de Amerikanen zouden hebben gekregen. Volgens de Amerikaanse minister Weinberger van Defensie kan er aan de Golfoorlog alleen een eind komen als Iran een wapenembargo krijgt opgelegd en als het fanatieke regime van Iran is vervangen. Minister Weinberger heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan de Amerikaanse vloot in het Golfgebied. Maar eerder deze week kreeg de Amerikaanse regering geen internationale steun voor zo'n wapenboycott van Iran. Het Tunesische Hof voor de Staatsveiligheid heeft 7 fanatieke islamieten ter dood veroordeeld. Iran zou hen hebben aangezet de veiligheid van de Tunesische staat in gevaar te brengen, zo luidt de beschuldiging. 2 van de ter dood veroordeelden waren in de rechtszaal aanwezig. De andere 5 stonden bij verstek terecht. Het totale proces ging tegen 90 islamieten die allen behoorden tot de MTI, een beweging op islamitische grondslag. 1 van de 2 ter dood veroordeelden en aanwezig in de rechtszaal heeft bekend aanslagen te hebben gepleegd op toeristenhotels begin augustus. De meeste van de beklaagden kregen langdurige gevangenisstraffen. Ook van hen werden sommigen bij verstek veroordeeld. De Tunesische veiligheidspolitie is in staat van paraatheid gebracht omdat men vreest dat mogelijk gewelddadige acties op het vonnis niet zullen uitblijven. De politie van Eindhoven heeft Rotterdamse voetbalsupporters die geen kaartje hadden voor PSV Feyenoord teruggestuurd naar huis. Uit angst voor ongeregeldheden. Er waren namelijk dreigbrieven binnengekomen bij PSV omdat er niet meer dan 500 kaartjes voor Feyenoord supporters waren. En dat was ze in Rotterdam in het verkeerde keelgat geschoten. De politie in Eindhoven had 180 agenten ingezet. Vannacht al waren er 33 Feyenoord supporters opgepakt. De meeste om te voorkomen dat ze 's nachts door de stad bleven dwalen. 6 werden gearresteerd wegens vechten en vernielingen. Vanochtend werd in Eindhoven voor de allereerste keer artikel 219 van de gemeentewet in werking gesteld. Een artikel dat de politie zo goed als grenzeloze bevoegdheid geeft om de openbare orde te handhaven. Op basis van dat artikel hebben we de mensen die in bezit waren van een kaartje, die hebben wij naar het PSV-stadion overgebracht. Degenen die geen kaartje hadden, die hebben we overgebracht naar Rotterdam. Hoe is dat gedaan? We hebben de mensen verzameld op het station en die zijn vervolgens in de trein gezet en die hebben wij begeleid naar Rotterdam. 80 mensen werden zo uit de stad gezet. De wedstrijd verliep daarna redelijk rustig. Dan was de uitslag voor Feyenoord nogal teleurstellend. Zonder veel problemen werden de Rotterdammers terug naar het station gebracht. Toch, vandaag werden er nog eens 40 mensen gearresteerd. 39 Feyenoord supporters en 1 aanhanger van PSV.
En dit was de oogst van de fouilleringen bij het stadion. De Herald of Free Enterprise zal nooit meer varen. De bij Zeebrugge gekapseisde Engelse veerboot is aan buitenlandse slopers verkocht en verlaat woensdag ons land. De Herald of Free Enterprise beleefde zijn rampzalige minuten op de avond van de 6e maart van dit jaar. Het ligt nu alweer enige tijd bij de Schelde in Vlissingen om te worden ontdaan van belangrijke onderdelen. Die kunnen dan weer gebruikt worden voor een van de zusterschepen van de Herald. Het gaat daarbij onder meer om 6 schroeven en schroevenassen. De veerboot is uiteindelijk verkocht aan een buitenlandse opkoper van wie men de identiteit niet bekend wil maken. De eigenaar van het schip, Townsend Torreson, noemt evenmin namen. De tweede dag van het bezoek aan Polen van de Amerikaanse vicepresident Bush stond in het teken van het wederzijdse doel vrijheid. Bush begon de dag met een bezoek aan 2 landbouwbedrijven. De Poolse regering had een modelboerderij uitgekozen en daar ontmoette Bush een bestuurder van de verboden boerenvakbond van Solidariteit. Daarna legde hij een krans bij een monument voor 8 neergeschoten Amerikaanse piloten. De nazi's haalden in 1944 hun vliegtuig neer toen ze voedseldroppings uitvoerden. Tijdens de ontmoeting met de Poolse leider Jaruzelski maakte deze duidelijk dat zijn land financiële steun nodig heeft. Polen heeft zo'n 70 miljard gulden buitenlandse schuld, de grootste van heel Oost-Europa. Verder is de Pools-Amerikaanse samenwerking voor cultuur en wetenschap besproken. Morgen zal hierover een akkoord worden ondertekend. Bush heeft later vandaag een ontmoeting met Lech Walesa en andere leden van Solidariteit en dat ten huize van de Amerikaanse vertegenwoordiging in Warschau. Ze hebben steeds een uiterst kille verstandhouding met elkaar gehad, het marxistische Angola en het voormalige moederland Portugal. Maar met het staatsbezoek van de Angolese president Dos Santos aan Lissabon is de dooi ingetreden. Ondanks de demonstratie van tegenstanders van Dos Santos al meteen op het vliegveld van Lissabon was de ontvangst door president Soares allerhartelijkst. De Angolese leider kampt in zijn land met de rechtse opstandige beweging de UNITA. En het waren aanhangers van de UNITA die zich langs de rijroute hadden verzameld om te demonstreren tegen de Russische en Cubaanse militairen in Angola. Maar er stonden ook veel aanhangers van het marxistische MPLA-bewind langs de weg die riepen om vrede en nationale verzoening. Dos Santos heeft op zijn reis een talrijk gevolg meegebracht, waaronder de ministers van Buitenlandse Zaken, Oliezaken, Onderwijs en Cultuur. Verwacht wordt dat hij in Portugal hulp zal vragen voor de bedreigde Angolese economie. En dat Portugal daar welwillend tegenover staat. Een nieuwe milieuramp bedreigt het tropisch oerwoud en de rivieren van het Braziliaanse Amazonegebied. Kwikvergiftiging. Steeds minder goudzoekers wassen op de traditionele manier de riviermodder uit. Op de meeste van de 400 goudzoekersterreinen langs de rivieroevers is men overgegaan op een aanpak die veel grootschaliger is. En die, als er niets aan gedaan wordt, kan leiden tot de grootste milieuramp aller tijden. De goudzoekers zijn gebruik gaan maken van de eigenschap van goud dat het oplost in kwik, waarmee het dan een zogenoemd amalgaam vormt. Het kwik wordt daarom in zuivere vorm over de goudhoudende modder gegoten om het goud te binden. Later worden de metalen aan grote hitte blootgesteld om ze weer te scheiden. Het goud blijft over als het kwik ontsnapt in de vorm van giftige kwikdampen die de arbeiders die ze inademen langzaam zullen slopen. En zo mogelijk nog gevaarlijker dan in gasvorm is de grote hoeveelheid kwik die in het oppervlaktewater terechtkomt. Het zal niet lang meer duren of op veel plaatsen in het Amazonegebied is geen leven meer mogelijk. En dan tenslotte de weersverwachting, zoals altijd afkomstig van het KNMI. Vannacht opklaringen en nog een enkele bui. Minimumtemperatuur van 9 graden bij zee tot 3 graden landinwaarts, met plaatselijk vorst aan de grond. Overdag wolkenvelden, maar droog, ook af en toe zon. Middagtemperatuur rond 14 graden. Noordwestenwind, matig, vanavond en vannacht aan de kust en op het IJsselmeer nog af en toe krachtig. De vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag zijn overwegend droog. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Vooral in de nacht van maandag op dinsdag vorst bij de grond. Einde van dit 8 uur journaal.
Een prettige avond verder.